Hallo allemaal, welkom bij deze eerste CMF unboxing. We gaan 3 video's maken, dit is part 1 en we doen elke video 1 rij uit deze doos. En dat zijn 20 figuren. Ik ben hier met mijn broertje Lucas. Hoi. En we gaan proberen een soort wedstrijdje te doen, kijken wie de meeste goed krijgt. Daarom hebben we allebei een lijstje liggen. Ga een beetje voorvoelen, kijken of iemand gelijk kan krijgen. We hebben al een paar figuren hier staan. We hebben nummer 3, Ron Weasley al. Nummer 7, Cho Chang. 2 keer de nummers 10, Dobby hier. 2 keer de nummers 13, Professor Flitwick. 1 keer Newt Scamander, dat is nummer 17. 1 keer nummer 18, Tina Goldstein. En 2 keer nummer 20, Queenie Goldstein. Dus ja, er zijn nog aardig wat te gaan. Mijn broertje heeft er ook nog een paar beneden staan. Volgens mij heeft hij Tina Goldstein staan, Cho Chang. En wie heb je nog meer? Ook Ron, toch? Of nee, Dobby. Dobby heb ja, jij. Ja, Dobby. Hier liggen gewoon wat toverstokken die ik dubbel heb. Die verzamel ik daar even. Laten we beginnen met hem openmaken. Doen we gewoon altijd even lekker makkelijk zo. En daar gaat hij. Dus ja, het zijn niet normaal veel zakjes. We beginnen met deze rij vandaag. Ik zet hem even hier neer. Zo. Even kijken hoe we dat gaan doen. We hebben hem open gekregen. Ziet er best vet uit. Mijn broertje wist het toevallig. Want ja, die koopt wel vaker minifiguren gewoon in de winkel bij de kassa. Ik wat minder. Dus ik wist het dan niet. Maar ja. Het was gewoon eigenlijk even logisch nadenken. We gaan beginnen met het eerste zakje. Ik ga eerst even voelen, kijken wie ik denk. Wie zou dit zijn? Ik gok op Neville Longbottom. Wie denk jij? Lucas is nu even aan het voelen. Dus ik denk nummer 6, Neville Longbottom, dat hierin zit. Ik ga trouwens even snel papier pakken, kijken, gewoon even een klein wedstrijdje ervan maken, voor de grap. Eens even kijken. Gok dat dit precies weer zo'n ding is als Dobby of een koffer. Dus welke denk je? Ik denk toch Dobby, weer. Oké, eigenlijk Dobby. Het voelt gewoon... Ik heb hier even een blad, ga ik even snel opschrijven. Wie het goed kan krijgen, zoveel mogelijk. Die leg ik even hier neer naast me. Zo. Voet in en zo. We gaan hem openen. Goed uitschudden. Ja. En we gaan eens even kijken. Oh, ik heb verkeerd geknipt. Moest nog net iets lager. Nou is die wel open. Dit gooi ik gewoon even hier op de grond. Gaan we straks allemaal op. En het is, oh, we hadden het allebei fout. Het is nog een Professor Flitwick. Dus ja, we hadden het allebei fout. Het is Professor Flitwick. Dat is nog wel grappig. Helaas heb ik hem al 2 keer, dus dit is al de derde. Maar we gaan over naar het volgende zakje. Dus nummer 2. Ik ga eerst even voelen. Oké, ik denk. Ik ga even voelen. Ik denk weer Professor Flitwick, maar ik weet het niet. Dus ik denk dat we nog een keer nummer 13 nu krijgen. Dat zal echt heel toevallig zijn dat die allebei er zitten. Dus als iemand Professor Flitwick wil. Ik heb gehoord dat ze het altijd op dezelfde volgorde doen. Dus dan zou ik hier links voor in pakken. Bij een nieuwe doos. Ik heb ook het gevoel, ja. Nou, hij denkt het ook. We zullen eens kijken. Laten we hopen van die. Nee, we hebben er al 3. Zou dit nummer 4 worden? Maar ja, ik ga ze toch waarschijnlijk de dubbele verkopen. Dus zodra ze op Marktplaats staan en je woont in Nederland, zal ik wel even een linkje in de beschrijving zetten. En ja, we hadden gelijk, het is nog de Professor Flitwick. Mijn broertje zit al te zuchten, want ja, we krijgen deze blijkbaar heel vaak. Ik heb gehoord dat deze zeldzaam was. Nou, ik geloof er helemaal niks van.
Dus ja, nog een professor Flitwick. We zetten hem maar bij. Dat zijn er dus in totaal 4. We gaan naar het volgende zakje. Even kijken. Ik heb nu volgens mijn hoofd vast. Zo. Ik denk dat gok ik dat dit misschien. Wacht even. Ik denk dat dit wel Neville Longbottom kan zijn. Dus ik gok op 6. En we hebben trouwens allebei eentje goed. Dus dat is allebei eentje. Dit is volgens mij een broekje. Weet je het? Dat is echt een gokspelletje. Dat is wel grappig. Ik denk dan ook die plant, jong. Ik weet niet meer hoe je doet. Neville. Neville. Okay. Of Marcel Lubbermans in het Nederlands. Oké. Hey, ik heb hem weer verkeerd geknipt. Echt, het is, ook al is het maar een klein randje, dat maakt blijkbaar veel verschil. Dus ja, wij gokken allebei Neville. Eens kijken of ik hem nu gewoon zo open kan trekken. Want ja, dat gaat. Oh, we hadden het allebei fout. Het is Alastair Moody. Dat is wel een leuk karakter. Daar ben ik wel blij mee. Die had ik nog niet. Dus ik ga hem even in elkaar zetten. Dus dit is de normale Alastair Moody. Echt een cool figuur. En natuurlijk heb je ook nog een andere kant van zijn gezicht. Dat ga ik nu even laten zien. Want dan krijg je Barty Crouch Jr. Dus ja, wel een heel cool figuur. Vooral dat ze ook dit effect hebben toegevoegd. Dat je hem kan veranderen naar Barty Crouch Jr. Ik had deze nog niet, dus daar ben ik blij mee. Die ga ik nu toevoegen aan de collectie. Dus we hadden het allebei fout. Hij staat er nu in de hoek. Ik ga deze even wegpakken. Die heb ik daar alleen neergelegd. Zodat ik weet waar ze moeten komen te staan. Dan de volgende. Ik denk Luna. Maar dat weet ik niet. Ik denk Luna. Ik gok op nummer 5. Luna Lovegood. Deze video's zullen misschien een beetje lang duren. Dan doe ik er 3. Dat wilden heel veel mensen ook. Daarom heb ik ook een klein spelletje van gemaakt. Maar laat even achter in de reacties of jullie de video zo snel mogelijk online willen allemaal of eentje per dag. Het is geen Luna. Wie denk jij dan? Groen deer. Dan denk ik... Ron. Ron? Wacht, ik ga nog 1 gok doen. Ik voel in ieder geval iets dat Luna niet heeft. Of moet haar haar zijn, dat zou me verbazen, maar... Ja, of het is een... hotdog, zo. Goed, dat is een ding. Even denken. Wat is dit? Oh nee, ik denk dat het Perkamentus is. Ik gok toch op nummer 16 Perkamentus. Wil jij nog veranderen van keus? Nee. Wie dacht jij, Ron? Ja. Oké. En het is Perkamentus. Dus ik had hem goed. Oh, het hoofd rolt er vandoor. Ik had hem goed. Ik voelde die schaal. Ik voelde lang haar. Dus ik denk, dat moet wel iets van Perkamentus zijn dan. Dus ja, we hebben Albus Perkamentus. Oftewel Dumbledore. Cool figuur. Volgens mij zit er maar... Nee, laat maar. Ik dacht 2 per doos, maar volgens mij is dat niet zo. In ieder geval, een cool figuur. Hij komt ook met deze schaar. Ik ben even de naam vergeten. Maar daarin kan je allemaal herinneringen en zo bekijken. Ik heb ook al die van The Great Hall. Dus deze is ook leuk om te hebben. Want natuurlijk, die van The Great Hall is van de eerste 2 films. En daarna komt de nieuwe acteur. En dat is de rest van de films. Tot en met de Half-Blood Prince. Hoewel die ook even in de... Deadly Hallows Part 2 zit. Maar goed. We gaan naar het volgende zakje. En dat... dat is...
die denk ik dat het is. Ik weet niet. Ik denk Dobby. Ik gok dus op nummer 10, Dobby. En we hebben er nu al aardig wat. We komen wel dichterbij. We hebben best wel vaak Flitwick gehad. Daarna hebben we twee poppetjes gehad die we nog niet hadden. Dus dat is heel leuk. We hoeven er nu, tenminste van dit stukje helemaal. Dus van de hele onderste rij hoeven alleen nog Harry Potter. Dobby, van deze rij alleen nog Jacob. Mijn broertje zegt ook Dobby. We gaan kijken. We gaan kijken. Als jullie dit openmaken willen versnellen, kan ook, hè. Rechtsbovenin kan je altijd twee puntjes drukken. En dan kan je hem versnellen. Want soms duurt het even voor die zakjes openmaken. Dan zet ik weer verkeerde knippers op nu. Dan gaat het helemaal fout. Oké, is het echt maar een klein randje. Dat maakt blijkbaar helemaal geen verschil bij deze zakjes. Je moet het gewoon goed doen. Ja, en het is Dobby. Dan hadden we het goed. Die heb ik ook al een paar keer, maar ja, dat maakt niet uit. Dobby is wel grappig. En ik zei al, ik doe de dubbele toch weg. Dus ja, we hebben Dobby gekregen. Je zou kunnen zeggen dat we die nu al 4 keer hebben, maar ja, hij staat hier 3 keer. Dus we zetten die ook hierbij neer. Volgende zakje. Hoeveel hebben we er nu gehad? 3, 4, 5. Volgens mij hebben we pas 5 van de 20 gehad, dus nog 15 te gaan. Dit is een platformpje. Wat is dit? Ik voel het niet goed. Wat zou ik zeggen? Ik gok op Professor Trelawney, nummer 11, gok ik op. Ik denk dat het die is. Ik voelde namelijk iets van die jurk of zo, dacht ik. Het zou ook nog Voldemort kunnen zijn, of misschien nog een Dumbledore, maar. Ik, of een andere karakter, maar ik denk Professor Trelawney. Denk ook. Trouwens, Dobby hadden we allebei goed, dus daar moeten ook nog even punten van bij. En als deze goed is, hier ook van. Oké. En we hebben gelijk. Het is Professor Trelawney. Die heb ik nog niet. En volgens mij zitten er maar 2 van per doos. Dus dat is heel erg leuk dat we die nu al hebben. Hier. Dus we hebben Professor Trelawney. Dat is echt een cool karakter. Ze komt met een grappig theekopje. En een best wel uniek haarpiece. Dus ja, een cool karakter. Die gaan we naast Dobby zetten. Want die moet daar komen te staan. Dus Dobby en Flitwick hebben er echt heel veel van. Dus die zijn het minst zeldzaam, zou ik zeggen. Maar ja, misschien zijn daar de meningen over verschild. Oké, we hebben er nog één. Wie zou dit zijn? Ik denk Luna Leeflang. Of Luna Lovegood. Nummer 5, denk ik. Gok ik gewoon. Wie denk jij? De Toaster. Dat is wel een grappig spelletje. Het staat nu 4-3 voor mij. Dat wel. Dat is ook een stomme rondboekje. Wat denk jij? Denk, ja, ook haar, ik weet het niet. Ja, het kan ook nog iets anders zijn, hè. We zullen het zien. Ik voel het niet zo goed. Ik wel, want ik heb het goed. Het is Luna. Dus ja, we hebben Luna Lovegood. Cool karakter. Ze krijgt ook zijn nieuw jurkje. Ze heeft een nieuwe korte broek die kunnen bewegen in het blauw. Dus dat is ook weer nieuw. Ze heeft deze Quibbler piece. Dus dat is ook wel leuk. Nou, precies tussen
Cho Chang en Ron Weasley neerzetten, omdat er nog niemand anders staat nu. En dan gaan we naar het volgende zakje. Ik en mijn broertje zeiden net wel, misschien gaan we dat voelen het volgende keer niet doen, want het duurt best wel lang. Dat voelen en dan misschien is dat voor jullie ook niet leuk om naar te kijken. Dat moeten jullie maar achterlaten anders. Maar waarschijnlijk hebben we dan de rest al opgenomen, dus ik denk niet dat het veel verschil maakt. Oké, okay. Voel jij eerst maar, dan gaan we allebei zeggen wie we denken. Ik laat het alvast van de camera zien. Ik denk die. Ik denk nummer 12. Ja, ik ook. Voor die beker. Ja, dat dacht ik ook. Ik voelde ook die beker, dacht ik. Dus even kijken. Ik zal altijd maar hopen dat je hem ergens heen knipt of zo. Ja, en we hebben allebei gelijk. Het is Cedric Diggory. Ik vind het echt een leuk karakter. Sinds ik die game speelde, wilde ik altijd al een figuur van. Dus ik ben blij dat die uiteindelijk echt tot figuur is gekomen. Dus we hebben Cedric Diggory. Hij heeft een coole Triwizard Cup. En ik vind het een heel cool torso. Misschien zou ik wel soft haar of hoofd veranderen. Maar voor de rest is het wel een cool karakter. En hij moet precies tussen Professor Trelawney en Flitwick inkomen. Dat is een kunst. Aangezien Flitwick een hele lange rij is. Ze gingen ook allemaal uit elkaar, maar ja. Dan de volgende. Dus even kijken. We komen steeds verder. Oh, pak op nog 2. En wie is dit? Wat dit moet zijn, oh, dit zijn beentjes, denk ik. Dan moet ik maar een gokje wagen. Ik gok maar gewoon op. Nou, wat laat ik eens doen? Ik gok gewoon op Harry Potter, ik weet het anders niet. Dus nummer 1 Harry Potter gok ik op. Maar ik weet het niet. We zullen zien. Wat denk jij? Ik denk dat ene meisje. Welke? Nummer 7. Die we al hebben, Cho Chang. Ja. We zullen het zien in een ogenblik. Zo, die eraf. En het is... Oh, jij hebt eigenlijk gelijk. Het is Cho Chang. Dus we hebben Cho Chang. Lucas had het toevallig goed, dus het staat nu gelijk. We zetten haar hierbij. Dus dat betekent dat het gelijk spel is, want we hebben nu allebei 6 punten. En er zijn nog hoeveel backs te gaan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Wie zou dat dan zijn? Ik zeg het zo, zeg jij het maar eerst. Oeh, ik heb het al een soort van aan de camera laten zien. Let's go, man. Let's go. Voel je nog volgens mij een beetje? Ik hoor Hermeline. Oké, ik gok op Newt Scamander. Oeh, waar heb ik eigenlijk niet... Oh ja, de koffer. Ik voelde ook een beetje als een koffer. Ja, ik dacht over poes voor. Oh nee, we hebben het allebei fout. Alweer, deze fout maakte ik in de winkel ook. Want het is geen beest, het is
Tina Goldstein. Die fout maakte ik precies in de winkel, want ik dacht ik voel Niffler. Maar het is het honingbroodje. Dat ik dus ook de vorige keer. Dus we hebben nog een Tina Goldstein. Dat is al de tweede voor mij. En in totaal derde als we onze collecties bij elkaar zouden rekenen. We hadden het allebei fout. Dus dat is ook weer... We staan nog steeds gelijk. Maar misschien verandert dit zakje dat wel. Dat weet je nooit. Ik zou echt niet weten wie dit is, denk ik. Hoewel, ik gok dan maar op... wat is dit? Nee, ik gok maar op Dean Thomas of zo. Dus deze. Je moet wel zelf gokken, hè? Niet ook naar mij luisteren. Deze is ook een meloenen. Nee. Wat is hij? Ja, ik weet het. Nou. Wie denk jij? De pakken de zusjes erbij, de schaar. Dit voelt klein. Dat gokje? Dus dit is de langste video, maar dit is een beetje een wedstrijdje. Dat zet ik ook in de titel. En de volgende twee rijen zullen gewoon achter elkaar openen zijn. Ik weet niet. Ik gok nummer 19. Hij gokt Jacob. We zullen het zien. Ik weet niet, ik voel iets kleins. Ik voel iets heel kleins. Iets van een nokje of zo. Ja, ik weet het niet. Oh, ik heb het eigenlijk goed. Het is Dean Thomas. Ik had het gewoon goed. Ik wist het niet. Ik ga wel even naar elkaar zijn. Dit is weer een nieuw figuur, Dean Thomas. Het is een cool pak. Ook een coole vlag. Ik heb nu net de Zwijnstein Quidditch set, dus past er goed bij. En het is gewoon een leuk karakter om te hebben, want deze had ik nog niet. En die moet natuurlijk naast Chochen komen te staan. Dus we zijn de rij best wel erg aan het opvullen. We moeten alleen nog Harry hier op deze plek. Willen we echt een mooie lange rij hebben. Of Voldemort. Die hebben we allebei nog niet gehad. En ik had het eigenlijk gewoon goed. Dus dat betekent dat ik voor sta. Het is een goede combinatie, mooi te zijn. Wat? Harry en Voldemort. Oh, ja. Ja, daar had ik niet eens over nagedacht. Harry en Voldemort. Kijk jij maar. Ik zit een beetje te twijfelen. Nu denk jij? Ik weet niet. Denk. Het is een boekje dat ik voel. Dat is heel irritant. Wie denk jij? Hij is voorbij. Ik denk. Ik gok maar wat nieuws kan. Ik denk Harry Potter. Gok, gok. Je mag niet meer veranderen. Ik weet het niet. Ik voel. Als je de eerste zegt, mag ik nog meer. Ik voel ook iets kleins, lijkt het wel. Oh, we hadden het allebei fout. Ik was vergeten dat deze er ook nog bij zat. Dat is heel dom. Dat is een leuk figuur. We hebben Draco Malfoy. Daar ben ik blij mee. Dit vind ik een goed figuur. Ik heb oude figuren al. En ik heb de Quidditch set dus. Dus we hebben Draco Malfoy. Cool figuur. Hij komt met een groene bezem. Dus dat is nieuw. Want tot nu toe bestaan er volgens mij alleen maar zwarte en bruine. Die heb ik allebei. Hoewel volgens mij ook wel roze en oranje bestaan van vroeger. Maar tegenwoordig worden bijna alleen maar zwarte en bruine gebruikt. Dus dit is echt een nieuwe kleur.
Cool figuur. En hij komt natuurlijk ook met de Golden Snitch. Dus we gaan hem bijzetten. En dat is naast Ron Weasley. Op een mooie plek tussen Luna en Ron. Dus we zouden een mooie rij kunnen krijgen. Stel we krijgen nog meer figuren die hier moeten komen te liggen. Leg het maar gewoon zo neer even. Volgende. Eens kijken. Heb hier iets te pakken. Wat het is, geen idee. Voor een hoofd, een lichaam. En dat is niks nieuws. Wat is dit? Ja, ik denk dat ik weet of ik ga gokken dan maar. Wie denk jij? Oh. Het wordt wel steeds moeilijker gokken. Nou, moeilijker, eigenlijk best wel makkelijker, want je weet precies wie erin zit, hè? Ik weet het. Wie? Net Knander. Ja? Ik gok op Harry Potter. Ik weet het bijna wel zeker. Ik voel zo'n heel klein beetje en ik denk het echt. Of het moet. Oh nee, we hebben het allebei weer fout. Het is een level longbottom. Oh, dan voel ik dat stomme rot ding. Welk rot ding? Dit ding. Oh, die mandragora. Het is dus level longbottom met de mandragora. Het is een best wel grappige figuur. Alleen denk niet dat het broekje klopt vergeleken met andere figuren. Het zou een kort broekje moeten zijn. Wat in het tweede jaar is. Hij heeft wel een grappig gezicht van de mandragora als die flauw valt. Dus dat is wel leuk gedaan. En die kunnen we hier tussen zetten, zodat deze rij ook alweer wat langer wordt. Zo, precies er tussenin. Hachikidee. Die staat er ook. En dan gaan we naar het volgende figuur. Want hij staat nu naast Luna. Het volgende figuur. En dat... gok ik op. Ja, gaan we weer. Ik weet wel op wie ik ga gokken. Ik gok op deze. Deze. Dat is van armen. Goed uit de koffer. Gaat hier met de koffer. Kijk of hij gelijk heeft. Misschien heeft hij nog gelijk ook. Ik wil er niet op gokken, maar ik doe het alsnog een nieuw scamander. Oké, hij is een nieuw scamander. En ik zei Ron Weasley. Ik weet het gewoon echt niet meer. Ik wil gewoon een keer gelijk hebben. Ik dacht dat ik die rat voelde. Ja, ik weet niet. Oh, ik gooi dit op de verkeerde plek. Ik gok ook nog wat hoor. Volgens mij heb ik het goed. Ja, ja, het is Ron Weasley. Ik heb goed gegokt, hij ligt daar nu. Ron Weasley, we hebben er al wel een, maar dat maakt niet uit. Want het is wel een cool pak. Die wil ik best dubbel hebben. Dus ja, Ron Weasley met zijn rat Scabbers, oftewel Scurvy in het Nederlands. Het is wel een cool pak en die rat valt er zo af. Het is een cool figuur. De pak is handig voor andere Gryffindors als je een dubbel hebt. En dat haar, dat is ook goed voor Fred en George dus. Hij staat dan nu bij de andere Ron. Hoeveel zakjes zijn dit nog? Eens kijken, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nog 6 zakjes uit deze rij te gaan. Dit is wel de langste video. Het duurt al meer dan 30 minuten, zie ik staan.
Oh. Dit is denk ik niet wie ik dacht dat het was. Oh, ik weet al wie het is. Laat het weer aan de camera zien. Dat is het hoofd. We zullen zien wie gelijk heeft. Ik sta voor mijn twee punten, dus. Nee, voor je iets. Wat is dit nou? Dat is een broekje, of niet? Hè? Het is een heel raar blokje. Ja, misschien moet je gewoon een gokje wagen. Dan knip ik hem open en dan weet je wie het is. Het is altijd maar gokken. Je weet nooit precies wie het is. Ik gok op... Dobby. Ik weet het echt niet. Ik dacht Hermelien. Oh ja, kan maar ook zelf. Jij hebt nu al Dobby gezegd. Ja, klopt. Het is Hermelien. Ik had het goed. Dus ja, dit is Hermelien. De video stopt al met opnemen opeens, dus ik zal het wel aan elkaar editen. Maar Hermelien is ook, die hadden we nog niet, dus die is ook heel cool. Nieuw haar voor Hermelien, gezicht en ja, toverstok ook wel, maar die heb ik al meerdere keren. En haar kat, ik ben even die naam vergeten. Ik weet alleen dat het in het Nederlands knikkenbeen is, tenminste dacht ik. Maar in het Engels weet ik het niet. Dus daar hebben we Hermelien naast rond staan. En nog maar een paar zakjes te gaan. We zijn er bijna, Lucas. Wat is dit nou weer? Oh, ik... Nee, wacht. Ja, ik weet al wie ik gok. Want degene die in dit rijtje we nog niet hebben. Ik voel me. We pakken de schaduw weer bij. Ik voel een soort van beest. En dan denk ik. We hebben Flitwick en Dobby niet normaal veel. Terwijl ik die niet eens eigenlijk zo vaak wil. Nou ja, daar kan je ook niks aan doen, dat is het risico ervan. Ik heb altijd dubbele. Ik denk Harry Potter. Welke? Harry Potter. Ja, welke? Welke Harry Potter? Oh, de, nummer 1. Ja, ik ook. Dat dacht ik ook. Door die L. Anders weet ik het gewoon niet. Ja, het is Harry Potter. Dat is altijd goed. Het is Mr. Harry Potter. We zitten dit nu trouwens in de ochtend op te nemen. Waarschijnlijk... Posten dit pas 's middags. En dus we hebben Harry Potter met Hedwig. Cool figuur. Dit haarpiece heb ik al bij de... Hoe heet het? De meisjes Harry Potter. En dit, deze L heb ik ook een paar keer Hedwig. Die zaten ook bij de sets. En dan nog maar 4 te gaan. Even kijken. Wie zou dit zijn? Ik gok op deze. Dat is de naam dan. Wie denk jij? Ik gok op Percival Grace. Maar we zullen zien. En het is Percival Grace.
meest moeilijk verkrijgbare figuur uit het ding. Mijn neefje zei al dat hij daar zou zitten. Maar ik geloofde het niet, want ik had daar al eentje gepakt. Maar blijkbaar zat hij dus wel de vierde van achter links. Dus voor mensen die ernaar zoeken, zorg dat je een nieuwe doos vindt en dan de vierde van achter pakt in de linkerrij. Dus we hebben Percival Graves, het meest moeilijk verkrijgbare figuur. Cool figuur, dual print, het hair ook. Armprinting, goed gezicht. En je kan hem ook nog onderuit gezichten aan de haar toevoegen. Dus het onderuit krijg je Gellert Grindelwald. Gespeeld door Johnny Depp natuurlijk. Dit is al het derde Lego figuur van een karakter dat Johnny Depp speelt. Ook nog Jack Sparrow en Tonto, die heb ik allebei. Ik vind Johnny Depp ook wel een leuke auteur, dus acteur. Zo, het sprak verkeerd uit. Hij heeft ook twee verschillende kleuren ogen, net zoals in de film. Hij heeft een kleine snorretje en dat witte haar natuurlijk. Dus een heel cool karakter. Lucas zei net, dat was me nog niet eens opgevallen. Dit is pas de eerste, de tweede Fantastic Beasts figuur uit de rij. We hebben ook Tina gehad. Maar er is niet veel Fantastic Beasts in deze rij. Hij staat daar achter de doos. Het is moeilijk te zien, maar ja, we gaan gewoon verder met het volgende zakje. Ik weet al meteen wie dit is. Weet jij het? Gok maar. Oh wow, dit voelt een beetje als een slang. Gok maar. Denk jij Voldemort? Ik denk het ja. Ik denk Dobby. Ik weet niet. Ik dacht dat ik een slang voelde. Oh, het is weer het zonde. Oh, ik moet trouwens nog een punt bij mij erbij tellen. Ik sta toch best wel erg voor. Oh, we hebben het allebei fout. Het is een van jouw favorieten. Oftewel jouw favoriet. Newt Scamander. Ik raad hem één keer niet hoor. En ik dacht dat klopt, hij raadt hem de hele tijd en nu een keer niet. Dus we hebben Newt Scamander nog een keer. Ik denk dat dit mijn favoriet uit de hele serie is. En die van mijn broertje ook. Ik vind Newt Scamander wel een leuk karakter. Het is niet mijn favoriete Fantastic Beasts / Harry Potter karakter. Maar ik vind het gewoon echt een heel mooi figuur. Hij komt ook met die Niffler. En met dat... die boom nog wat. Of wat was het? Ik weet het niet meer. Boomtakker of zo. Zoiets. Of Boomtakker. Dat was het. Hij had ook een naam, maar dat ben ik vergeten. Natuurlijk de oranje toverstok. Speciaal voor hem. En de cover. Dus een heel cool figuur. En daar hebben we er al twee van. Dat komt mooi uit. En er zijn er nu nog maar twee zakjes te gaan. Dus het einde is er. Na meer dan 40 minuten. En op wie ga ik dit gokken? Zeg helemaal wat jij denkt. Ik laat het aan de camera zien. Het is hiervan de missende, die we nog niet hebben, denk ik. Dat is gewoon, ik fake het zo weer hardop uit, maar Lucas is nu nog wat voelen. Zo krijgt hij nog ideeën. Dobby. Dobby denkt hij. Ik denk Harry Potter, de kleine. Nee. Trouwens, Newt Scamander had allebei fout. Ik moet ook nog steeds een punt voor Percival Graves doen, dat vergeet ik elke keer. Oh nee, we hebben het allebei fout. Het is namelijk Jacob. Dus we hebben bijna alle Fantastic Beasts figuren, maar we missen er nog maar één. Dus we hebben Jacob Kowalski. We hoeven nu alleen nog Credence van Fantastic Beasts. Dan hebben we de Fantastic Beasts figuren compleet. Schappig figuur. En hij komt ook met zijn taartjes hier binnen. Ik doe hem niet helemaal open, dan vallen ze de hoes waarschijnlijk uit. Dus die gaan we hier tussenin zetten. Zo. Dit is de normale Jacob, net zoals Newt Scamander en Tina, dat zijn de normale versies. Maar Queenie, dat is weer een speciale versie.
Die zit alleen bij de normale versie zit alleen bij de grote Fantastic Beasts set van 50 euro. Oké, dit is het laatste zakje uit deze rij. En wie mag het dan zijn? Kijk, ga maar. Ik denk deze, die we nog missen. Weet je het? Ik gok weer die net op nummer 19. 19? Ja. Of het is Dobby. Wacht even. Ik denk Dobby eigenlijk. Probeer nog even één keer beentjes te zoeken. Ik denk trouwens toch een andere. Ik denk nummer 21 Credence. Jij gokt op Dobby, zeg je. Het is iemand met een koffer of zo. Oh ja. Of niet? Jawel, het is dezelfde als net. Het is weer Jacob. Je hebt het wel bijna. Ja. Jij zei die eerst, toch? Ja, ik zei hem. Alleen toen dacht ik had eigenlijk nog niet gevoeld of dat je die keekjes had. Ja. Dus we hebben nog een keer Jacob Kowalski. Dat is al de tweede. En dat was het voor deze rij. Zoals jullie kunnen zien, hij is helemaal leeg. Daar staat nog één keer Puzzle for Grace. Ik denk dat ik de Grindelwald versie van hem beter vind. Als je het hoofd onder hebt, maar dat durf ik niet te zeggen. En ik heb gewonnen. Maar het was sowieso gewoon heel leuk. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende video.